Hallo, mijn naam is Ellen van Dorpse Meiden. Wat hebben de Brabantse steden allemaal voor jongeren te bieden? Ik ga de komende tijd op pad en hoop het te ontdekken. Vandaag zijn we in Eindhoven. Als je door de stad loopt, zie je een jonge, moderne stad. Maar schijn bedriegt. Eindhoven is een van de meest oude steden van Nederland. De uitvinding van de gloeilamp heeft ervoor gezorgd dat Eindhoven een van de meest aantoonbare steden is van Nederland. Op het gebied van high-tech, techniek en design. En is natuurlijk de thuisbasis van PSV. Daarnaast heeft Eindhoven de langste kroegstraat van Nederland, namelijk Stratums Eind. Nee, ik ben een paar keer geweest, maar niet heel vaak. Niet zo heel vaak. En vanavond is het jouw vrijgezellen feestje? Ja, vanavond is mijn vrijgezellen feestje. Oké, okay, dus je laatste avond vrijgezel. Ja, ik mag hier nooit meer alleen komen. Ben je vaak stappen in Eindhoven? Eén keer in de twee weken denk ik, zoiets. Oké, okay, om de week ongeveer. Wat vind je het leukst aan straten? Ja, gewoon gezellige mensen. Iedereen komt hier naartoe. Gewoon gezellig met elkaar. Veel bier. Ja, veel bier. En wat is jullie favoriete openingszin? Neken, bij jou voor mij. En heb je ooit raak? Of? Ooit, af en toe. Eén keer in de twee weken ongeveer. Als ik rijd toe ga, hè. Leukste straat. De stad vind ik. Vrouwen, blond haar, blauwe ogen. Ja, daar ook van. Nee. Oké, okay, dus dat is speciaal waarvoor jij naar Eindhoven gaat? Ja, daar kom ik van Eindhoven. Big Snoop Dogg. Ja, gezellig, alle kroegen bij elkaar. Ja. Dat je niet een half uur hoeft te lopen van de ene naar de andere club. Ja. Dat is waar. En hoeveel geven jullie ongeveer uit als jullie een avond op stap gaan? Ja, ik drink alleen borrels en appelsap, dus voor mij is het goedkoop. Nee, ja, sowieso als wij hier op stap gaan, wij krijgen bijna alles halve prijs of gratis. Maar ik denk als je gewoon een goede avond hier op stap gaat, eurotje of 30, 50, ligt eraan 50 je, zeker wel, denk ik. Ligt eraan wat je drinkt, ja. Maar wel ja. Vanaf 30. Dus je hebt een vrijgezellenfeest? Ja, zeker. En bevalt het een beetje? Je ziet er wel leuk uit. Ja, bevalt goed. Goed naar zin gehad vandaag. Ja? Kom je vaak in Eindhoven? Ik werk wel in Eindhoven, maar ik kom er niet heel vaak. Wat vind je het leukste aan Eindhoven? Buiten je eigen vrijgezellenfeest om natuurlijk. Nou ja, op zich ja. Ik heb wel veel met mijn studiegenoten en zo veel gedaan. Maar verder altijd Eindhoven wel een gezellige stad. En wat maak je nou op een avondje stappen aan geld? Nou, niks. Deze avond. Het wordt allemaal voor je betaald? Ja, ja. Oké. Okay. En wat is je favoriete openingszin? Je kan het nou nog zeggen. Mijn openingszin? Ja. Ja. Ik heb al heel lang een vriendin, dus mijn openingszin. Die heb ik al heel lang in mijn hoofd te gebruiken. Hoe heb je haar versierd? Hè? Hoe heb je haar versierd dan? Ja, hij is gewoon tegengekomen en hij was eigenlijk meteen klik en water gegaan. Oké, dank je. Jullie vaak in Eindhoven? Ja, bijna elke week. Ja. En wat vind je het leukste aan Eindhoven? Ja, gewoon stappen hier. Dat is gewoon leuk. Gewoon feesten. Welke kroeg vind je het leukste? Nou, eigenlijk Miller, Today, Alex. Daar gaan we meestal heen. Worden jullie vaak versierd door jongens? Ja, altijd. Welke openingszin wordt het meeste gebruikt? Ja, we hebben geen speciale openingszin. Nee. Worden jullie ook met een speciale openingszin aangesproken? Nee. Gewoon eens beginnen te praten en dan... Ja, meestal wel. En wat geven jullie uit met een avondje stappen? Zeg je? Hoeveel geven jullie uit met een avondje stappen? Rond 20 euro ongeveer. Oké. Okay. Druk bij jullie in de kroeg? Ja, het is later op de avond zeker altijd heel druk bij ons in de kroeg. Okay. Wat voor soort mensen komen er bij jullie? Wat voor leeftijd en wat voor types? Er komen, op donderdag komen er voornamelijk studenten bij ons in de kroeg. Dat zijn voornamelijk de universitaire studenten. En op zaterdag is het stappubliek net iets ouder. Een jaartje of 20, 25 ongeveer. En wat voor drankje wordt er het meest besteld? Havana Cola. Put the needle on the record when the drum beats go like...
jullie favoriete drankje als jullie het zelf gaan? Apenkoppen! En wat is een apenkop? Ja, dat moet je proeven, dat kun je niet uitleggen. Proosten doe je met z'n allen api. Oké, nou ik ga hem meedoen hoor. Api. Ik zie dat jullie allemaal een medaille om hebben. Waar is het voor? We zijn kampioen geworden vandaag. Waarmee? Basketbal. Met basketbal. En dan zijn jullie nou aan het vieren? Sorry, ik stel je vraag niet. Zijn jullie nou aan het vieren dat jullie gewonnen hebben? Ja, inderdaad. Ja. Lukt het een beetje, het vieren dat jullie het gewonnen hebben? Ja, zeker. Ja. Wat drinken jullie de meeste op een avond? Ja. Nee, wat drinken jullie het meeste op een avond? I don't speak Dutch. Thomas is een leuke groep en ja, sowieso de markt is ook altijd gezellig. Ladies and gentlemen, I want everybody to open up your discotheques. Straten. Ja, zeker weten. Ja, wat vind je de leukste kroeg? Nou ja, hier is het wel gezellig. Ze draaien een beetje diverse plaatjes, gaan lekker dansen. Altijd goed, hè? En wat drinken jullie het meest als je op stap gaat? Bier. Bier natuurlijk. Ik ben al een tijdje op straten en tot nu toe vind ik het super gezellig. Ik ga nou even kijken hoe het hier bij de downtown binnen is. Ik kom zelf uit Eindhoven. Ja, ga je vaak hier op stap, op straten? Eens in de maand of zo. Okay, gewoon samen met je vrienden? Samen met mijn vrienden. En welke kroeg vind je dan het leukste? La Route. La Route, hier kom je, dus jouw stamkroeg? Het is niet echt een stamkroeg, maar het is gewoon een fijne plek om uit te gaan. Kom je vaak in Eindhoven? Ja, best wel. En waar ga je het liefst op stap? Welke kroeg als je op straat bent? Meestal hier bij de buurvrouwen. En wat maakt dit juist zo gezellig? Ja, veel bekenden en altijd gewoon gezellig. Ja. Kom je vaak op straat? Soms, regelmatig. En wat vind je de leukste kroeg? The Voice. The Voice is het leukst? Ja. En wat is jouw openingszin als je meisje wil versieren? Waarom? En wat is je openingszin als je meisje wil versieren? Dat heb ik niet echt. Ik wacht het liever af totdat ze naar mij komen. Dat is beter. Wat is jullie favoriete drankje met een avondje stappen? Favoriete drankje? Bacardi Red Stefano. Kroeg hier? Ik denk dat je zei, we zijn net bij Thomas geweest.
jullie een avondje gaan stappen? Weinig vaker. En wat kost een avondje stappen dan voor jullie? Ja, 20 euro of zo, 30. De laatste kroeg van de kroegentocht. Ik heb een hele gezellige avond gehad. Ik heb een goede indruk gekregen van Eindhoven. Leuk om zoveel verschillende mensen te spreken. Wil jij nou zelf ook een keer meedoen aan zo'n kroegentocht? Kijk dan op www.kroegentocht.nl en geef je ervoor op. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door kroegentocht.nl, VVV Eindhoven, Koenen Video Breda.